Deze aflevering zijn Jeroen Baart en Lieve Scherret gast, twee van de makers van Nerdland. En we komen toe in een leeg café en Roele zit een joint te rollen achter zijn toog. Wij steken de deur op en die kijkt op en die zegt: ho gasten, is het comedy vanavond? Oh. Wow, ik heb me geschreven in mijn agenda. Wacht. Samen met nog een paar anderen maken Jeroen en Lieve Nerdland. Een podcast vol wetenschaps- en technologienieuws, waar inmiddels ook al hele festivals rondom worden georganiseerd. Buiten hun fascinatie voor tech en wetenschap delen ze ook een liefde voor comedy en improv. Lieve begon als stand-upper, won met cabaretgroep Neveneffecten het Groninger Studentencabaretfestival en maakt tegenwoordig shows waarin hij comedy en wetenschap combineert. Jeroen treedt op als comedian, maar is ook heel erg actief in de Vlaamse improvscene. En zowel Jeroen als Lieven zijn regelmatig op tv te zien. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jeroen Baart en Lieven Scheren. De echte pioniers die zitten nog voor mij. Dat is eind jaren 90 en ik ben begonnen in het jaar 2001. Ja. En dat was ik ben de eerste voor wie het vanzelf gegaan is, omdat er zoveel speelgelegenheid. In mijn hoofd zijn de pioniers zo Nigel Williams en Raf Koppes. Raf Koppes sowieso. En ook Stefan Poeken met de Lunatics. Ja. Patrick de Witte. Oh ja. Ja. PDW, die legerdienst had aan de kust. En die vroeg of hij de nachtdienst mocht doen. Omdat als de wind goed zat, letterlijk de wind goed zat, dan kon je de BBC ontvangen aan de Belgische kust. En daar zat hij naar stand-up comedy te kijken. Zap. En zo is de stand-up is letterlijk over de Noordzee gewaaid in het hoofd van Patrick de Witte. En dan is hij daarover beginnen schrijven in Humo. Yeah. En dan heb je eigenlijk die golf gehad met Kamagurka, Gunter Lamoot, Bart van Nesten, Pieter Preiter, zo de allereerste. Ja. Ik probeer nog steeds te begrijpen dat we het hebben over radiogolven die letterlijk hierheen moesten waaien eind jaren 90. Ja, echt waar. Ja. Zo werken radiogolven. Ja, Patrick Rutte zijn legerdienst, dat zal jaren 80 geweest zijn, denk ik. Ja, Okay. Want jij won zelfs de Lunatic Comedy Award in 2002. Inderdaad. Maar als je zegt, ik was de eerste voor wie het vanzelf ging, wat voor plekken waren er toen? Want toen was het toch ook niet... Line-ups. Veel? Dus, ja. Enkel line-ups. Vol avond spelen voor een stand-up comedian bestond toen niet. Ik denk dat Wouter de Pre en Wim Helsen zijn dat dan als eerste beginnen doen. Die zijn uit het comedy-circuit in die culturele centrum. We kwamen nooit in een cultureel centrum. Het was enkel cafés en jeugdhuizen, zoals dat hier dan heet. Ik weet niet hoe je dat noemt in Nederland, een jeugdhuis. Een jeugdhuis. Ook een jeugdhuis, ja. Een jeugdhonk. Ja, en Elektra was een jeugdhuis? Elektra was een jeugdhuis. Ja, okay. Ja, jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Ja, voilà. Wat notoire was voor de ruige avonden, omdat het helemaal blauw stond van de rook. Ja. En de jongeren die er kwamen totaal niet geïnteresseerd waren in comedy. Want er was verder in Sliedrecht, het is een klein stadje, is niet zoveel te doen. Dus die kwamen gewoon daarheen ongeacht... wat er was. En die zagen, het is comedy. Nou, dan praten we vanavond door comedy heen. Dat is meestal een goed teken als er vaste gasten zijn die gewoon inkom betalen omdat ze binnen willen komen. Ja, in principe wel. Maar dat het vaste gasten zijn maakt ook dat het wel... Jij bent op hun territorium. Ja. Dus eigenlijk het weekprogramma, dat waren dingen... Op het weekprogramma stond geschreven waar je die avond doorheen praatte eigenlijk. Ja. Op donderdag praten we door jazzmuziek heen. Op vrijdag door comedy. Ik heb ooit eens op een plek gestaan waar ze twee podia hadden. En in de ene podium was het impro stand-up comedy. En op het andere podium speelden bandjes. Maar tijdens de impro stand-up comedy soundcheckte die bandjes. Ah ja. Dus als je denkt dat voor een staand publiek er aan het drinken is en aan het babbelen comedy moeilijk is, als er dan nog een paar rodies tussen het za, za, 1, 2 en zo'n drumfill ertussen, dan was ik van... Dat ik na een tijd gewoon tegen iedereen die midden was, negeer de overkant. Gewoon, doe je moppen en we komen hier samen maar door. Was dit ook echt in dezelfde ruimte? Ja, het was effectief in dezelfde ruimte. Absoluut. Man, ja. Heerlijk. Ja, dat was gewoon op voorhand niet over nagedacht. En dat is bij heel veel van die vroege impro-dingen die ik gedaan heb. Mensen denken niet na
Voordat je verder gaat, wanneer ben jij begonnen met impro? Ik ben begonnen met impro in mijn studententijd. Omdat er was die improgroep waar ik bij speelde, die hadden een training. Ik vond het al heel gek, trainen voor impro. Ik dacht van, hoe, wat? Hè? Vertelde. Ik dacht echt dat dat gewoon moppetappen was, maar dat was het niet. En die hadden een spelletje waarbij je een scène speelde en één iemand moest altijd met zijn hoofd in een emmer water zitten. Constant. Dat was het punt. En dan moest je altijd een... Hadden ze dat niet gewoon wijsgemaakt? Nee. Omdat ze niet goed afkomen? En je moest altijd een uitlucht verzinnen van... Het is weer jouw beurt. Nee. En ik vond dat zo van, wow, dat is out there. Dat is wow, avant-garde. Dus ik ga bij impro spelen en dan bij Preparé beginnen spelen in Leuven. 2007 moet dat geweest zijn. En dan, ja, je kon Preparé inhuren voor €50 om ergens te staan. En die prijs was gewoon om op het einde van het jaar lekkere barbecue te doen. Maar de plekken waar wij stonden, was echt... Er was... Heel vaak was dat gewoon van, oh, we hebben nog budget over, wat kost er niks? Hey, impro voor €50. Ja, ja. We hebben ooit op een dag tegen huishoudelijk geweld gestaan. In Brussel. Het podium, een boksring. Omdat ze dachten van, ja, geweld, boksen. Het publiek, volledig Franstalig. Oh, heerlijk. Dus in de gietende regen, buiten in de wind... Impro proberen te doen, terwijl er iemand naar jou staat te roepen... Français, s'il vous plaît! Oh, ik, €50, goed verdiend. Ja. Ik ben aan het denken, ik weet niet meer van wie het verhaal is, maar er is ooit een benefiet comedyavond geweest voor de Clinic Clowns in België. En ik denk, misschien was Thomas Smith, ofwel was Nigel zelf, ik weet het niet. Iemand heeft mij dat verhaal verteld, dat ze dus hadden gevraagd... Hey, Clinic Clowns past wel, ja. Komen jullie gratis comedy spelen? Nu... Benefieten en gratis komen spelen is lastig, omdat je vaak in situaties terechtkomt waar mensen geen comedy gewoon zijn. Mm-hmm, ja. En een café of een jeugdhuis waar ze het al een paar jaar doen, die weten wel van, oké, dat zaallicht moet uit en de ingang mag niet naast het podium zijn, waar ze ook al meegemaakt hebben dat ze in- en uitlopen naast het podium. Benefieten altijd wat moeilijk. Goed. Dus ze gaan daar spelen en de benefiet start met iemand van de Clinic Clowns die een woordje gaat zeggen. Die komt dus geschminkt en geclowned slof op het podium, maar dan wel... Dames en heren, we zijn heel blij dat wij toch weer een prachtig jaar gehad hebben bij de Clinic Clowns en we kijken naar een filmpje. En er komt een emo-filmpje met slow-mo inzoom op zieke kindjes, die dan zo met een kaal hoofd liggen te glimlachen aan draadjes in een bed. Hele tearjerker muziek eronder en dan terug de Clinic Clown die dan iets zegt van ziezo, dit waren enkele beelden van het voorbije jaar. Sommigen van jullie zal het pijn doen dat enkele van onze patiënten er niet meer kunnen zijn, maar wij zijn blij dat we ze ook in hun laatste weken mooie momenten hebben bezorgd. En dan nu komen die. En dan kom je op als stand-up comedian. Hey, hoploi! Hey. Als je opwarming doodt, kinderen. Trek eens aan mijn vinger. Ja. Maar er is... Ik weet niet wat het is, want dit is echt universeel. Dat organisatoren van benefieten... En zeker als het iets met zieke kinderen is... Die willen altijd graag van tevoren filmpjes. En het bizarre is ook... Ik zit heel hard te denken... Want Thomas en Nigel zijn allebei ook te gast geweest. En ik zit heel hard te denken... Welke van de twee heeft dit verteld? En het kunnen ze even goed allebei zijn. Omdat Ik was ooit op een benefiet voor de oorlog in Irak. Dus voor de slachtoffers van de oorlog in Irak. We kopen kernwapens voor Saddam. En de avond was als volgt geprogrammeerd. Eerst een dame die gevlucht was uit Irak en die in heel veel detail uitlegde hoe haar familie door Saddam chemisch was toegetakeld. Laatste slide, foto's van hoe dat haar familie er nu uitziet. Dus ja, gesmolten Irakezen, ik kan het niet anders zeggen. En dan nu, impro-comedy. Ik heb een suggestie uit het publiek nodig. Heel moeilijke avond. Oh, man. Maar ja, het is voor het goede doel, hè. Ah ja. Ja. Maar ja, omstandigheden is toch... Mensen die nog nooit comedy georganiseerd hebben, en je kan het ook niet kwalijk nemen, wij winden ons heel graag op in... Dat snap je niet, toch? Maar het is ook logisch dat je het niet weet. Maar omstandigheden, ja, wat was dat in die beginjaren? Tent, grote e-tent op klaarlichte dag. En we dachten om tijdens het dessert comedy te doen.
Jou! Mensen rond top tafels, idee. Dus mensen rond tafels waarvan dan de helft met de rug naar u zit. En dan, ja, begin dan maar. En dan probeer je zo in die eerste straal van 5 meter rond u iemand te hebben die kijkt. En al de rest die blijft gewoon verder doen. Dan mag je het niet beginnen benoemen, wat dat, denk beginnende comedians en ik ook doen als er iets misloopt in de zaal, van het heel meta beginnen gaan. Ja, ja. Ja, de mensen hier op de eerste rij, die vonden het grappig. Zo'n soort van... Ja, maar dat is wel ook het dubbele. Aan de ene kant, je moet het niet meta maken, maar je kan het ook haast niet benoemen. Tuurlijk, ja, ja. Ja. Ja, ik heb zeker in de beginjaren heb ik van dat soort dingen vaak een betaalde tekstrepetitie gemaakt. Dat je het dan gewoon echt aframmelt en dat je denkt van kijk, ik heb mijn deeltje gedaan, vinkje bij mijn taak en nu ben ik weg. En de eerste keer sta je daar geweldig bij te zweten en na een tijdje denk je van goh ja, ik rammel het wel gewoon af. Het probleem is, dan kan je het aframmelen en vertrekken. Bij heel veel van die dingen waar we mee begint met improgroep gingen spelen, bleven we daar ook nog voor... Want een deel van de betaling was dan het feest. Ah. Dus ze zijn ooit bij een of andere Giro-groep gaan spelen en je doet een crappy impro-optreden, maar daarna is het Giro-fuif. Kom maar mee aan de toog hangen. Kom maar mee aan de toog hangen. En dat is heel awkward. Want dan, oh, man. Ja, ik weet nog heel goed, iedereen sliep in een slaapzaal toen s'nachts. En dat was ook nog zo'n Giro die een priester mee had. Bleek die priester echt wel een grasmachine van een snurker te zijn. Dat is het kleinste ongemak dat je s'nachts met priesters kan hebben. Ja, wel. Valt alles mee. Ik weet dat wij s'nachts hebben zitten debatteren van gaan we die priester gewoon een por geven of dat die stopt met snurken. Maar we zijn hier te gast. Kunnen we dat maken? Huh? Uiteindelijk hebben we hem geport. En is hij... Dus dat was een optreden met overnachting? Met overnachting, ja. Oh, maar sowieso, dan heb je zo'n show waarbij je daarna blijft voor het feest. Als die show niet lekker gaat, we hadden het voordat we gingen opnemen toevallig over de nadelen van alcohol of de voordelen, hoe je het ziet. Eén daarvan is dat mensen ook nog eens niet geremd zijn, nee. Heel eerlijk worden. Oh ja. Oh ja. Ja. Oh ja. Zo, denken dat je een goede show gespeeld hebt en dan andere mensen die dan achteraf tegenkomen zeggen, ik heb er niks van verstaan. Het geluid was echt niet goed. Wat waren jullie dan aan het lachen? Was dat gewoon... Ja. Heel vaak had ik de indruk dat het oude mensen waren die jeugdig volk op een podium zagen en dat ze die zoiets hadden van haha, jeugd en energie. Allee, dat het absolute basis was en dat er niet meer doorkwam. De kinderen hebben een toneeltje gemaakt. Absoluut, ja. Ah, ik weet nog toen ik mijn benen kon bewegen. Ah, dat, ja. Ik heb dan na de stand-up met mijn neveneffecten zijn we beginnen spelen. Dus cabaret viertal, ja. Sketchcomedy. En dan hadden we het Groninger Studenten Cabaret Festival gewonnen. En daarna is het dan ook feest. Maar dan krijg je dus dan krijg je niet alleen dronken mensen, dan krijg je de dronken koorbal. En dat was wel heel apart, omdat ja, wij kwamen... Korbal, sorry. Een soort van Slavische... Denk aan studentenclubs van de rechten. Hey, zeer arrogant, hautain. Korbal, is het dan een bal? Zoals nee, het is studentenkorps. Ah, oké. Okay. Studentenkoor. Maar het zijn studenten altijd in net in pak. Galabal. Ja. Dronken. Ja, nee, koorbal. De bal slaat op de slijmbal. Dus een koorbal. Ja, afgelikte. Ja, oké. Okay. En wat daar heel frappant was, ja, wij hadden nog nooit in Nederland gespeeld. Wij waren 4 Vlaamse plattelandsjongens. En wat ons daar geweldig opviel, je zit dan nog heel noordelijk in Nederland, was dat dat type student, hè, zo iets te opgekleed en te... Die slagen erin om jou te vertellen dat ze het optreden goed vonden op een immens laatdunkende manier. Dat vond ik een wonder. Ik stond eraan te kijken en dacht van, uw body language en wat je nu woordelijk tegen mij zegt, krijg ik niet gematcht. Dus je komt er naartoe en oh, dan heb je die... Jij was die komiek, ja. Vond leuk wat je deed. En dan draaien die zich terug om en dan walsen ze met hun witte wijn. Ik vond dat zo wonderlijk. Dat ik dacht, oh, je hebt je goed gedaan. En dan ontstond er zo ook een beetje een sfeertje van, ja, was leuk wat je deed. Blijven jullie nog voor het feest? Ja. Zal ik je vrouw regelen? Vroeg die letterlijk. Ja. Ik kan je vrouw regelen. Het is maar oké, hier wordt geregeld. Andere tijd. Ja, maar joh. Nou moet ik er ook wel bij zeggen, de koorballen die je daar hebt gezien, sowieso. Ik bedacht opeens, de beste, en dan weet je gelijk welk type het is.
Dezelfde types die betrokken waren bij de dood van Sanda... Sanda Dia. Ja. Dat soort types. Oh ja, lintjes. Ja. Lintjes aan. Ja. Ja, maar goed. Zo in Gent, denk in Leuven ook, je hebt heel veel studentenclubs. En op een of andere manier... is het toch altijd die van de rechten? Altijd. Waar het dan ook fout loopt, hè? Ja, mijn papa is advocaat. Ja. Kijk, ja, dus je kent ze. Ja, maar in Groningen heb je... heet het Veritas? Ik weet niet zeker. In ieder geval, daar zit een van de meest notoire verenigingen op dit gebied. Maar ook elk jaar bij de ontgroening aan het begin van het collegejaar... zijn er weer incidenten, is er weer iemand... Daar hebben daar mensen het hele nieuws rondom Sanda gevolgd en gedacht, goed idee. Wij hebben mazzel gehad. Ja, maar ja. Maar wij hebben toen, want wij sliepen in Groningen natuurlijk. Hè. Wij gingen onmogelijk terug helemaal naar Gent rijden. En wij gingen toen logeren. Dat is ook heel studentensfeertje, dat studentencabaretfestival. Pas op, ik heb daar fantastische herinneringen aan. Hè. Wat heel tof om te doen. Wij hebben toen overnacht, nadat we gewonnen waren, in het studentenhuis van de voorzitter. Hè. Dus de studentenorganisator van het waar het presidium zit. Goed om te weten, het festival wordt elk jaar georganiseerd ook door studenten. En die dragen dat ook elk jaar over aan nieuwe studenten. Waarbij ze voor de grap dan geen draaiboek doorgeven. Want dan zou het iets te soepel verlopen allemaal. Ja. Maar die zaten dus... Ja, ze zitten vaak met meerdere in één studentenhuis. Dat is dan ook nog een soort clubje. Dat was ook weer gek. We kwamen daartoe... En die had gezegd van ja, je kan naar dat studentenhuis en je wordt dan ontvangen door een eerstejaars. Want elk huis heeft dan, ja, er vertrekken er een paar en er komen er een paar nieuwe bij, de eerstejaars. En dan ben je eigenlijk een jaar slaaf. Ja. Dus we kwamen daartoe en een heel voorzichtig jongetje, toen nog, die moest nog ontbolsteren tot koorbal. En heel voorzichtig, welkom en kom binnen. En ik heb voor jullie de matrassen klaargelegd in de GK. De GK? Gemeenschappelijke kamer. De GK. Ja, in de GK. Ik was dan een soort operatiekwartier ontdekt. Ja, ik heb voor jullie bedjes gemaakt in de GK. En... toen vroeg hij aan ons, ik dacht eigenlijk nog even naar het feest te gaan. Mag dat? Zeg maar, joh, jij ontvangt ons hier, je hebt bedden voor ons klaargezet. Doe toch wat je wil. Oh, dankjewel, zei hij. Dus echt zo in een soort... En dan is er ook mee beginnen praten van hoe werkt dat hier? Ja, ik ben nu de eerstejaars en dus ja, dan moet je wel veel doen. En de vuilnisbakken buiten zetten en de afwas is ook voor mij. En we zaten echt met grote ogen te kijken. En die keek een beetje geschrokken op. Ik heb ook rechten. Zei hij letterlijk. Je hebt als eerstejaars ook rechten. Dus dat ligt dan wel vast. Hij krijgt wel voedsel af en toe. Je moest nog heel hard studeren om vrouwen te disrespecteren. Ja, voilà. Ja. Inderdaad, die cursus moest nog komen. En dus wij lagen dan te slapen in de GK met toch een soort blij gevoel van wauw, een cabaretfestival gewoon. En ik denk om 2:30 s'nachts kwam de rest van het studentenhuis thuis. Straalbezopen. Met vrouwen, mannen meegebracht naar smaak. En die crashen dus in die zetels van de GK. Ah. En wij zeggen van, ah jongens, we worden eventjes wakker. Ah ja, jullie zitten thuis. En zo, ja, wij slapen hier. Nou, dus pech, want wij gaan op de PlayStation. En dan hebben ze dus om 2:30 s'nachts die PlayStation zijn ze beginnen spelen. En dan keek ik even van, is dit echt aan het gebeuren? En ze van, ja, maar wij slapen. Dit is de GK! Is de GK! Dit is van iedereen. Dit is de GK. Regels en regels. En toen, in de jolige sfeer, hoorde ik plots want wij lagen op de zetel, maar dat was wel hun speelplek. Dus hoorde ik schuin achter mij, hey, belg hem op, ik zit er op één. En dan waren ze dus op Koen gaan zitten, want dit is de GK, dit is de zetel van de PlayStation. En dan zijn ze daar beginnen spelen en dachten we echt van, wat gebeurt er hier? En dan, Koen was de oudste van ons, dus die had iets meer levenservaring. Die durf iets. En die heeft zich dan kwaad gemaakt. Zeg van, jongens, kom aan. Wij sliepen hier al 2 uur. Je kunt toch ook gewoon in je nest kruipen. Zo van, nou, zo moet je niet gaan praten. En dan begon die... Dat was ja, dan de leider, de zilverrug van de hoop. Die begon... Dus wij lagen daar met 4. Ook alweer van, jullie hadden dit gewonnen. Het was leuk. Het was leuk wat je deed. En toen had Koen zich kwaad gemaakt. En toen zat hij op een stoel naar ons 4 te kijken. En jou vond ik leuk. En jou vond ik leuk.
Maar jou vond ik niet leuk. Naar Koen. En dan opnieuw. En jou vond ik leuk. En jou vond ik leuk. Maar jou vond ik niet leuk. En dat, dit is zo een keer of 10. Jezus. En dan was er of eentje... Of een Tarantino-achtige scènes zijn dat daar. En dan was er eentje die iets knuchterder was. En die zei, oké, jongens. En die begon die dan zo naar hun bed te duwen. En met licht gebral en protest zijn die dan in dat bed gevallen en in slaap gevallen. En dan hebben we elkaar aangekeken. En zeiden, ja, we zijn nu weg. Hè. En dan zijn we eigenlijk vertrokken. En voordat we vertrokken, kwam die het wel opgelost had van... Zo, ik heb het voor jullie opgelost, dus wil ik morgen geen gezeik. Gewoon een bijt, eitje erbij, blij gezichtjes, tot dan. En dan was die weg. Dan zijn wij vertrokken en dan zijn wij, ik denk, om 5 uur 's morgens toegekomen aan het theater. De enige andere plek die we daar kenden. Daar was gelukkig al een onderhoudsploeg bezig. En dan hebben wij geslapen in, in de Schouwburg in Groningen. Wauw, gelukkig. Buiten gejaagd door de koorballen. Ja. En toen was die... Toen was die voorzitter, die was dan heel gegeneerd achteraf dat dat allemaal gebeurd was. En toen kwamen er... Had ze de volgende dag nog een of andere receptie of ceremonie. En toen kwamen er... op het einde van die receptie kwam dan die voorzitter naar ons. Er zijn twee mensen hier die nog iets moeten zeggen. Toen kwamen er echt twee bekaterde, beteuterde... twee van die aanstootjes toen. Gisteren blijkbaar was niet zo leuk voor jullie. Hier is een fles wijn. Sorry. Maar... Echt zo revolver op de slaap van body language. Echt zo. En goed, je bent dan voorzichtige Vlaming, dus je bent dan zo dom van dat dan nog een beetje te proberen toedekken. En dus zei ze, och ja, het zal een cultuurverschil zijn. Onmiddellijk die twee, ja, dat denken we wel, ja. Ja, dat denken we wel. En dan zijn wij de sorrywijn. We hebben dat toen ook de sorrywijn genoemd. En dan zijn we met de sorrywijn naar onze auto gewandeld en hebben we die daar ergens in de vaart geflikkerd. Ja, dat is juist. Dat was een legendarische nacht na het studentencabaretfestival. Ja. Oh, wauw. overigens wel. Daarna heb je natuurlijk ook nog de hele finalistentour van Groningen. Ja. Hoe vond je het om in Nederland te spelen? We hadden het er voor de opname heel kort even over. Maar... Ja, met Neveneffect, dus met de sketchcomedy, mm-hmm. ging dat altijd heel goed voor ons. Omdat, dat is een beetje... In Nederland heb je natuurlijk Belgische chocolade, Belgisch bier en Belgisch absurdisme. Hè? Dus, ja. En aangezien dat wij redelijk absurd speelden, konden we dat heel snel plaatsen als... Oh ja... Zo leuk Belgisch absurdisme, zoals Urbanus en Comilfo soms en zoiets. Dus dat ging heel goed met die sketchcomedy. Ik heb ook een tijdje stand-up geprobeerd in Nederland. En dat ging in het begin echt rampzalig. Omdat ik sprak vrij dialectisch, dus redelijk plat. Omdat ja, als je je opwint of als je op die leeftijd... kan je dat niet in het algemeen Nederlands. Dus dat was redelijk dialectachtig. En ik had ook wel thema's die wat gingen over Vlaamse jongerencultuur. Ik weet niet of dat je Camino's kent, bijvoorbeeld. Camino's zijn zo kleine brommertjes. Ja. En dat was in de jaren 90 was er een soort jongerencultuur van... Ja, Johnny's op Camino's eigenlijk. Hè. Dat was zo een typisch brommertje voor een bepaald type... Die dan op die jonge gast. Fokken en zo geheime knoppen. Gileraatjes waren het. Ja, inderdaad. En die waren dan ook bezig met de housemuziek en zo, maar dan met de slechte housemuziek. Enfin, ja, zwart. En dus ik had een heel stuk over de Camino Boys en de Camino Gang. En ik weet nog, mijn eerste optreden in Nederland, stand-up optreden. Wie was er nu weer bij? Javier Guzman was erbij. En Dennis nog iets? Nee. Dennis van Sant? Nee, met zijn naam kwijt. Nee, het is geen Dennis. Het is zo blond haar. Zat ook in die klik met Frans Roel. Bij Frans Roel Bookings was dat toen. Hè? Ja. Javier Guzman had je daar. Te denken wie erin. Iemand met blond haar en een bril. Heeft ook voor Kopspijkers geschreven Jasper toen. Jasper Valstar? Nee, heeft ook geschreven voor Claudia de Breij toen die dat eerste tv-programma had. Dat ze presenteerde. Een Nederlander met blond haar voor te stellen en ik heb alleen Wilders. Nou ja, dit is de comedy explosion geweest in die periode. Maar ik... Ja. Zou ik die tijd ook niet weten? Ja, ben zijn naam kwijt. Maar goed, we gingen daar optreden en ik stond gewoon in een is line-up. Geers, misschien? Nee, ook niet.
Ik stond gewoon in een line-up, dus ik denk dat ik als tweede stond. Hè. Dus eerst een beetje opwarmen, zorgen dat die Belg niet begint. Maar ik weet nog hoe exotisch het voor mij voelde. Opgegroeid in Wachtebeek, plattelandsdorp. Gent was eigenlijk al echt aanpassen voor mij. En opeens sta je daar dan zo in een Amsterdamse randstad. Met een jeugdig publiek, maar waar je eigenlijk geen connectie mee hebt. Want alles wat geen Mitjeslands dialect sprak en legerbottinen aan had en een lange zwarte jas, dat was mijn wereld niet. En ik stond daar vrij dialectisch te spelen en die waren echt naar mij aan het kijken van wat gebeurt hier? Dus er kwam echt nul reactie. Toen heb ik ook ontdekt dat bijvoorbeeld, ik had een grap over de hond van Pavlov. En het Pavlov-effect. Yeah. En dat zit in Vlaanderen, zit dat in de middelbare school, in het leerplan, waardoor iedereen weet wat het Pavlov-effect is. En ik maakte een grap over het Pavlov-effect en er was complete stilte, omdat dat in Nederland niet in de middelbare school zit. Dus heel weinig mensen wisten waarover het ging. En die zijn geconditioneerd om na een grap niet te doen. Ja, voilà. En ik sta daar die set te spelen, dus ja, met lang haar tot halverwege mijn rug, met zo wat krul, zo uitgedost in een soort plattelands-Vlaamse jongerencultuur, waar zij ook allemaal van dachten van, komt die uit een museum of is die met een teletijdmachine naar hier geflitst? En toen ben ik alleen maar sneller beginnen spelen, wat het nog erger maakte. Ja. En toen zaten er vooraan, zaten zo drie, laten we zeggen, streetwise jonge kerels, echt naar mij te staren van, wat is dit? En opeens riep er een, ga weg, hippie. Langharig werkschuttuig. Ga weg, hippie. En ik weet nog dat ik dacht, wauw, dit is het eerste teken van leven van dit publiek. Altijd. En dus zei ik, oh, hoe bedoel je precies? Ik dacht van, oké, hier kunnen we iets mee. Ja. Oh, hoe bedoel je precies? Maar toen bleek, ja, die deed zich wel streetwise voor, maar die waren ook nog maar 16, 17 jaar. Dus die kromp ineen, want die aangesproken werd door iemand op het podium, waardoor zijn twee kameraden met hem begonnen lachen, omdat hij aangesproken werd. En toen ging het helemaal in de soep. En toen kwam de MC tussen en zei, dankjewel, lieve scheren. En dus ik ga af. En die mensen zo, en waarschijnlijk waren ze aan het klappen omdat hij mij weggestuurd had. En toen zei de MC, stop maar met klappen of hij komt terug. En ik bedenk opeens, ik vermoed dat het Wilco Terwijn is geweest. Dat was hem, inderdaad, ja. Wilco Terwijn. En daar dacht ik niet direct aan, omdat hij tegenwoordig geen haar meer heeft. Ah, dus okay. Blond haar triggerde niks bij mij. Ja, het was Wilco Terwijn, inderdaad. Hoi, Wouter hier. Tof dat je Elektra kijkt. Vind je dit een leuke aflevering? Geef dan even een like aan deze video. Want echt, dat zorgt dat dit kanaal groeit hier op YouTube. Wat ook helpt is een comment achterlaten hieronder en of abonneren. Dat is allemaal gratis, dus doe dat gewoon even. Wil je me steunen? Doe dan een kleine donatie. Dat is niet gratis, maar wordt wel heel erg gewaardeerd. Dat kan via de bedankknop hieronder of op elektrapodcast.nl via Ideal of bankcontact. Oké, snel weer terug naar Jeroen en Lieven. MC ook al eens voor gehad, zo standaard MC, 5 minuten grappen en dan 5 minuten het publiek een beetje leren kennen. Ja. En vaak is dat sleuren, want je spreekt iemand aan, wat doe je voor werk? Oh, ik zit in IT, bla bla bla. Ja. De standaard grap is dan altijd van, ah, wat doe je voor werk? Ja, ik doe dat. Ah ja, kanker zal iemand anders wel oplossen dan. Of alleen. Ja. En dat was een vrouw en die was heel terughoudend. Dus ik van, oh ja, ik ben kuisvrouw. En ik denk van, oké, interessant, we gaan verder. En na 5 minuten trekken en sleuren vroeg ik dan uiteindelijk van, en waar heb je dan het laatst gekuist? Oh, het paleis. Mm. Wacht, je kuist bij de koning? Dit is waar dat je... Ja. Ongelooflijk. Allee. Die vrouw was echt... Die had keiveel verhalen en die wist niet dat dat grappig was. Maar jongens. Ja, absoluut. Ik weet ook, de eerste keer dat ik in Nederland ging spelen, ik denk dat ik toen in de Joker had gestaan, in een spiegeltent met Johnny Trash. En dan het volgende, waar dat Johnny Trash naartoe ging, dat was zo met de Geens in een busje naar Nederland, was denk ik iets in Nederland. De Geens is organisator. Organisator. Ja. En ik had in mijn achterhoofd van, oké, Nederland, dat is een intellectueler publiek. Ik had daar een stuk over naar die de... hebben we wel. Ja. Ik had een stuk over naar de kapper gaan. Ik dacht van, nee, dat is te laag voor Nederland. Ik ga wat topical materiaal schrijven. Dus ik had echt 15 minuten materiaal geschreven over... De socio-economische toestand. De burgeroorlog in Syrië. Dus ik kom daarop. Ja, die Bashar al-Assad. Waarom gebruikt hij zoveel traangas? Iedereen is er al aan het huilen. Niks. Ik wil echt... En dan... Chirp. En de rest van mijn materiaal zegt van ja... Ja, die rebellen, die rukken ook alleen maar op.
Ja, gewoon heel slechte masturbatiemoppen. En dat publiek was echt zo krekels. En ik dacht echt van, heb ik dat nu zo verkeerd ingeschat? Dit is toch topical? Dit is toch wat jullie willen? En dan daarna was het Johnny Trash. Je weet wel, I know, Bicky dingen zitten dat. En daar gingen die keihard in mee. Ja. En ik dacht echt van, hoe heb ik dit verkeerd ingeschat? Hoe is dit gebeurd? Ja, dat heb ik heel vroeg... Als ik begon met mijn stand-up, heb ik dat heel vroeg eigenlijk vaak gehad. Zo het publiek niet kunnen lezen. Ja, en ook het publiek onderschatten. Dat is super arrogant om te doen, maar ja. Je publiek onderschatten is heel erg. Wel, maar goed, ik zat dan... Ik studeerde eraan en dan zit je zo toch... Bij Monty Python merk je dat ook. Die hebben ook zo echt van die sketchen die dan gaan... De wedstrijd tussen filosofen. Dat is heel erg studentenhumor. Hè? Van, wij zijn bezig met deze thema's en we gaan er nu witty over doen. En ik had ook wel veel van dat soort dingen in mijn stand-up zitten. En goed, je ziet dan ook inderdaad de volksere humor, zal ik maar zeggen, die het dan ook wel goed doet. En op die leeftijd kan je dat allemaal nog slechter... En ik had dat toch heel hard. Kan je nog slechter relativeren? En een avond waar ik compleet plat ging, dus waar ik echt totaal niks kreeg van lach. En daarna komt er een met pipi-kaka-versjes en het café gaat dicht. Daar was ik echt slecht van. Terwijl, ja, ik dacht dat is ook, van, dat ja, is ook dat logisch. Is, dat is gemakkelijk. En dan altijd 17 hoofd, ja, doe het dan ook, hè, Jeroen. Ja, nee. Ja, wel, maar in het begin heb ik mij daar heel hard in opgewonden. En wat ook super arrogant overkomt natuurlijk. Maar na een tijdje weet je gewoon van, oké, elke humor heeft zijn publiek en het komt er vooral op neer om zo snel mogelijk uw juiste publiek te vinden en omgekeerd. Hoe rapper ze weten wat jij doet, hoe gemakkelijker het wordt natuurlijk. Dat is de beste tip die Fokke mij ooit gegeven heeft. Als je het podium opkomt, het publiek heeft direct een beeld van u. Ik heb een bril, ik praat over nerdy dingen. Ik moet niet staan zeggen hoe ik het voorbije weekend 5 vrouwen in hun kont geneukt heb. Want dat mensen... Maar hier kan het wel, Jeroen. Ja, hier kan het. Het is een safe space. Ik geloof best dat jij een hele realistische game hebt waar dat in kan. Heel, heel specifiek. Heel niche publiek. Ik vind het ook mooi dat je het van je onderwerpen af laat hangen of mensen... zien dat jij een nerd bent of ja. Maar wat je net zegt, van zo naar Nederland gaan en dan denken van, oeh ja, hier wordt al veel langer cabaret gespeeld, hier moet het toch... Een lach, een traan. Ja, maar ik had net hetzelfde toen ik de eerste keer in Engeland ging spelen. Dan denk je van, oeh, we zijn hier in de bakermat van de comedy en hier moet ik niet afkomen met mijn continentale mopjes enzovoort. Blijkt niet zo te zijn. Hè. En ik merk dat aan heel veel Vlaamse comedians. Heel veel Vlaamse comedians zijn bang van Engeland. En die denken, ja, daar kan je niet beginnen, want die jouwen je van het podium en gelijk wat. Ik vind eigenlijk, het is gemakkelijker spelen in Engeland dan in Vlaanderen en Nederland. Omdat je een deel een curiositeit bent? Iets nieuw? Iets vers van het continent? Nee, want mensen van het continent zijn geen curiositeit in Londen. Hè. Dus dat heb je sowieso al. Je kan het voordeel hebben van iets wat exotisch zijn. Dat je zei met neveneffect dat mensen al snel denken... Oh ja, dat is ook Vlaams, dat kennen we. Dus dat vinden we al bij voorbaat leuker. Ja, maar ook als ik dan die Britse comedians daar zie spelen en die andere buitenlandse comedians die daar spelen. Ja, als ik dan rondkijk en van Nederlandse stand-up ken ik te weinig, maar van de Vlaamse stand-up, ik kan er toch direct 15, 20 opnoemen die echt vlot mee kunnen in dat Engels circuit. Dat heeft bij ons zo een mythische status, omdat wij alleen maar, de toppers zien natuurlijk. Hè. Die wij hier zien zijn Eddie Izzard en Darrow Breen. En natuurlijk, als dat het enige is wat naar hier komt, dan denk je van, dat is het niveau daar, dat gaat niet lukken. Maar de bar comedy en is daar ook een beetje zoals hier... Soms is clever, soms is redelijk gemakkelijk. Er is maar één iets. En dat is in voorzichtigheid van wie je kwetst, staat het daar nog een tandje scherper dan hier. Hè? Dus België loopt daarin... Maatschappelijk gezien, niet specifiek mensen in de zaal. Jawel. Het comedy publiek is heel gevoelig. Er is veel wat niet mag. En in België lopen daar altijd
een paar jaar achter op Nederland. Ik denk dat veel Vlaamse comedians zich mispakken door te zeggen van hey, een half racistische knipoogmop kan nog wel, toch? Nee, kan niet meer. Wij gebruikten het N-woord nog onironisch tot 2021. Dat is serieus wel een ding. Ik hoor af en toe in Vlaanderen op comedyavonden. In Nederland ook hoor, maar als ik in Vlaanderen ben, vaker dingen en waar een zaal ook hard op gaat. Okay. Ja, maar dat is echt waar. En goed, als ik dan vergelijk met de comedy die wij speelden in het jaar 2001, ja, dat zou nu ook... Er werd toen weinig gefilmd en ik ben er niet rauw van. Toen was dat echt... Ja, en Turken moppen, Marokkanen moppen, het kon allemaal. Ja. En ongenuanceerd, onironisch. En maar deze ervaring in Engeland dat er minder kan, heb je die zelf... proefondervindelijk ervaren? Oh ja. Wat jij daar zegt over relativiteitstheorie, lieve, kan niet door de beugel. Nee, maar dus... Ik heb daar een boekingsagent die veel continentale comedians heeft. En Nathalie was dan zo'n beetje de contactpersoon. Die doet nu de comedy voor Netflix in Amsterdam, dus in Nederland. En een van haar taken was... cursus geven aan de buitenlandse... Dus die kwamen dan een set spelen en dan moest zij eventjes zeggen, ja, dat zou ik niet meer doen en dat zou ik niet meer doen. En dan zo, ja, my wife in the kitchen. Hè. Dus die hadden dan Oost-Europese comedians en dat was echt nog... I beat my wife back to kitchen. She annoying, I beat her back to kitchen. Stel ik me zo echt comedians voor waar er geen seconde van overblijft. Ik zo Donald Olie of zo. ik stop mevrouw in de kut. Ja, alles vanaf dan tot het einde niet doen. Dus zeg hallo en... Moeten benen in Vlaanderen opeens Donald Olie weer te spreken. Sorry, dat is bij mij het extreme van een offensive comedian. Ja, ik plaats een linkje in de omschrijving. Ja. Zoek het zelf maar op. Ik vertelde verhaaltjes. En, het ging over wetenschap. Het was science comedy. En ik vertelde dan over een verhaaltje van een wiskundige en een fysicus en zo. Die lopen dan samen door het bos enzovoort. Dan moest ik heel hard opletten dat er evenveel he als she in zat. Toen, nu zou alles they moeten zijn. Dus je wordt ook aangekondigd als they. Dus de MC kondigt je aan. This is Lieven from Belgium. They have been doing comedy. Want he en her gaan ze enkel doen als ze het expliciet weten. Dus als het in mijn Twitter-handle staat of als ik tegen hen zeg mijn pronouns zijn he, him, dan gaan ze dat gebruiken. Maar anders is het they. En als ik aan het vertellen was over de physicist en de chemist were walking through the woods and she asked her colleague, want mocht het allemaal he zijn, dan ben ik klaar. Ja. Dus dan word ik niet meer geboekt, want dat gaat niet. En toen was er één die na een optreden naar mij kwam en die zei van, ik vond het een tof set, maar bij die wetenschappers die je opnoemt, heb je 7 keer he gezegd en 6 keer she. Werd mij gemeld. En goed, dat zijn de extremen. En er zat niemand in een rolstoel. Ja, voilà. Die zat te tellen. En goed, pas op, ik weet zelf niet hoe wij 15 jaar later hierop gaan terugkijken. Misschien gaan we dan zeggen van ja, zij waren eerder en wij zijn gelukkig gevolgd. Misschien gaan we zeggen van ja, het heeft zich in het midden ergens gesetteld. Dat weet ik nog niet. Maar ik heb wel een paar dingen die echt not done zijn. Bijvoorbeeld, een accent doen mag niet in Engelse comedy. Dus stel dat een Brit op het podium staat en zegt van... I was walking with my Italian friend and he said... Hey, let's get the coffee. Gedaan, klaar. Oh, cool. Dus publiek lacht niet, doe je niet. Geen accentjes. Ik deed een Duits accent. En er was algehele verwarring. Want ik ben geen native speaker. En dus je ziet die zaal eigenlijk denken... Wacht hoor, kan dit of niet? We weten het niet zeker. We gaan vriendelijk glimlachen, maar er kwam geen harde lach. En achteraf vroeg je daarvan, hoe komt dat? En zei van, ja, accenten mag eigenlijk niet. Ja, dus omdat zij zeggen, wij zijn native speakers, andere mensen spreken onze taal. Als wij hun accent nadoen, dan zijn we eigenlijk denigrerend ten opzichte van mensen die onze taal leren. Maar ik was geen native speaker, dus dat was het een moeilijk geval. Oh man. Ja, en dus... Mijneveld. En dat is de enige valkuil voor continentale komieken in Engeland. Hè? We zijn veel te bang van Engeland. Het is daar heel tof spelen en het niveau in Vlaanderen en Nederland is zeker hoog genoeg. Maar dat is iets, je moet je op voorhand laten... Je hebt eigenlijk een soort audit consultancy nodig
van wat is offensive? Nog een voorbeeld, ik wist het niet. Sensitivity reader, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, wel. Ja. Het woord actress is seksistisch. Het moet een female actor zijn. En voor de luisteraars, er zitten nu twee mannen tegenover je echt heel vragend te kijken. Ja, ja, oké. Okay, maar moet je uitleggen. Maar taal en semantiek werken. Ja, nee. Het feit, er is dan ooit beslist, en goed, ja, misschien mis ik iets, dat wil ik absoluut openen, maar er is dan ooit beslist dat het feit dat je een vrouwelijk en een mannelijk woord hebt, dat dat seksistisch is omdat je het opdeelt. En omdat een actress dan iets anders is dan een actor. Dus werd er gezegd, vanaf nu is alles actor en zeg je een female actor. En daar word je ook op gecorrigeerd. Hè? Dus, ja, omdat female actor heeft dezelfde status als actor, ja. En actress zou eronder staan. Maar je kan dat ook totaal anders uitleggen. En je kan ook zeggen, ja, maar door dat te doen neem je de man weer als norm waar de vrouw zich aan moet inpassen. Dus het is ook ergens een soort subjectieve beslissing geweest, ja. Maar ze is er nu. En dus ook met andere woorden, dus de woorden die vervrouwelijken, dat mag je dan eigenlijk niet meer doen. En als buitenlandse comedian weet je dat gewoon niet, kan je dat ook niet weten. En ze hebben daar wel geduld mee, maar het weegt enorm op de publieksreactie, omdat ze zitten eigenlijk te rekenen in hun hoofd van, kunnen we het hem kwalijk nemen of niet? En ondertussen zit ook nog te tellen hoe vaak je het hebt gezegd. Hoe vaak je he en she zegt. En goed, ik ben niet van de grumpy old man school van, we mogen niks meer en alles gaat kapot enzovoort. Prima om het evenwichtiger te benaderen, maar het wordt heel lastig spelen. Ja, omdat je niet op de hoogte bent, omdat je niet mee bent. Ja, en dus net zoals Vlamingen soms niet mee zijn als ze in Nederland gaan spelen, omdat wij ook met dat soort taalgebruik echt maar letterlijk 2-3 jaar achterlopen in gevoeligheden. En daar is dan net hetzelfde. Je hebt een soort intro-cursus nodig. En is dat overal zo? Want hoe dat jij het nu beschrijft, lijkt het alsof dat je in de meest progressieve LGBTQI+ club in Londen gespeeld hebt. Als je in een kroeg speelt met Brexit-vlaggen op de gevel, dat het mee zal vallen. Maar de comedy is heel stedelijk links-progressief in Engeland. Het comedy-publiek zit heel erg in die hoek. En misschien heb je al tegenreactie-comedians, dat kan best, maar die gaan in een immens deel van het circuit gewoon niet gevraagd worden. Ja. Omdat het publiek het niet pikt. Ja. Heb jij al eens een uitglijer gemaakt wat dat betreft? Misschien niet. Uitglijer? Ja. Nou ja, niet zozeer misschien per se. In een soort van woke-achtige. Niet per se woke-achtig. Maar je kan natuurlijk hebben dat je, zeker in impro kan ik me voorstellen, als je gewoon on the spot iets moet zeggen, dat je een onderwerp of een ding aansnijdt waarvan de hele zaal denkt, nee, bij impro vond ik het heel moeilijk, omdat impro, je hebt 5 minuten, 10 minuten als het goed gaat om een scène neer te zetten. En dat valt heel vaak op stereotypen. Omdat je heel snel een personage moet neerzetten. En dan is het vaak heel gemakkelijk om een gay personage, heeft een slap handje, een hoog stemmetje en draagt strakke brood. Ik bedoel, een Italiaan zet je het snelste neer door er zo te praten. Inderdaad. En ik had het vaak moeilijk mee. Ergens vond ik dat heel onschuldig, omdat dat is shorthand. Daarop heel veel comedy, heel veel sitcoms werken ook met een soort van shorthand voor, oké, jullie weten, het is dat karakter. Nu kunnen we er interessante dingen mee gaan doen. Ik zag dat altijd als een soort van, oké, ik heb het aan het publiek duidelijk gemaakt wat voor iemand dit is. Ik heb niet de tijd om in een tijdspanne van 45 minuten subtiel over te brengen hoe genuanceerd hij staat tegenover seks en relaties. Heb ik niet. Dus het zal zo moeten. Maar aan de andere kant voelen we het ook al raar. We hebben wel voor een paar optredens afspraken gemaakt. Mannen spelen mannen en vrouwen spelen vrouwen. We gaan geen... Opnieuw, dat vond ik dan ook weer heel dubbel, want dan maak je al een binaire opdeling. En dan mis je ook wel wat inzicht van beide kanten. Dus ja, het is wel iets waar ik mee gestruggeld heb. Zeker omdat ik ben dan daarna bij de Belgische Improvisatieliga gaan spelen. Bij Preparé was het heel hard mopje, 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 mopje. Terwijl bij de Belgische Improvisatieliga kunnen ze zeggen van 20 minuten de specerijenmarchant uit Venetië musical. En dan moet je serieus spelen en echte personages neerzetten. En daar had ik het altijd verschrikkelijk moeilijk mee, want ik werd altijd een soort van pastiche of ik raakte mijn accent kwijt of er sloop een soort van moderne mop binnen en dat... Ja, dat is moeilijk. Maar ja, ik denk dat jij ook wel, net zoals ik, wel van de mopjesparachiet zit. Ja, absoluut. Dat is zo, ik voelde me nooit... Het voelde een beetje wringen, mopjesparachiet. Ja, absoluut. Ja. Ik voelde een mooie term, mopjesparachiet. Ja. Dat is heel slecht voor impro, maar ik voelde me op een impro-optreden pas goed
als het publiek de eerste keer met mij had gelachen. En ik ging daar zo snel mogelijk naar op zoek. Dus de eerste scène waar je met mij in zat op impro, dat was een grote Jeroen Baert score ronde. Oh, er was een verhaal, blijkbaar. Hier. Oh nee, we moeten een brand blussen. Nee. Ik zit al in een advocatenkantoor. Dat, dus ja. En echt van onderwerpen die niet oké waren. Vaak ook of gewoon een uitspraak in een set, of weet ik wat. Vaak uit impro komen de suggesties uit het publiek. En dan weet je niet goed of dat het publiek daar ook echt wilt zien, of dat het publiek een soort van injoke aan het maken is. We waren eens in een jeugdhuis en er was de week daarvoor een verkrachting geweest. Nu, we zoeken een gebeurtenis, we zoeken een relatie tussen twee mensen. En iemand uit het publiek roept verkrachting. En we denken van, oké, beetje gauche, we'll wing it. Maar we hadden niet door dat een injoke was van het publiek. Van, stel je voor dat ze dat zouden doen, dat zou er heel hard over zijn. Maar de presentator had dat gewoon overgenomen en dan zit je daar. En dat was op zich nog wel een grappige scène. Want het ging voornamelijk over de politie, hoe dat die achteraf met een verkrachting omging en hoe incompetent dat ze zijn. Dus er zat nog een zekere maatschappijkritiek in, maar het publiek was muisstil. Ja, we hadden een... Maar ook al was dat niet gebeurd... Dan nog de suggestie en het aannemen van de suggestie. Ja. Verkrachting, heel goed. Zijn er nog? Ja. Ik weet dat de deal is dat je gewoon aan moet nemen wat er geroepen wordt. Ja. Ja. We hadden ook altijd... We hadden een man die naar onze optredens kwam. Ik ga zijn naam niet zeggen, maar het was een oude priester. Laat ons hem Danny noemen, voor de zekerheid. En Danny was, denk ik, weduwnaar, was op leeftijd. Droeg altijd zijn priesteroutfit ook, dus de witte boord, met een houten kruis dat heel hard tegen zijn nek was aangespannen. En Danny riep altijd... De goorste dingen. Ik zat ook altijd op de eerste rij, kwam ik altijd alleen. Dus ja, een activiteit alsjeblieft. En ik zie die zo echt recht staan en roepen... Afzuigen! En dan terug gaan zitten. Man. Dus na een tijd had ik een scriptje gemaakt dat over de ticketlijst ging en die op de website, op het interne deel, een soort van rood lampje deed branden als Danny ging komen. Dat de presentator wist niks aanpakken van wat dat die man zegt. Die kon echt gaan rechtstaan en zeggen... Dildo! Die had gewoon Tourette en die kon daarom naar een comedy. Dus ja, zeker ook als MC of als bij dingen, het selecteren van wat er uit een publiek komt. Als je een emotie vraagt, geil is geen emotie. Sorry jongens, geil is geen emotie. Dus ja, dat selecteren, ik denk dat ik daar zeker ook ooit fouten bij gemaakt heb. Ja. We hadden toen ook, helemaal in het begin, dus echt zo'n jaar 2001, 2002, hadden we één homo stand-up comedian die daar ook zijn set van maakte. En die zo wat hetero-bashing en ze kunnen niet dansen en zo, dat soort dingen. Maar dat was wel funny. Dat was toen ook nog nieuw. Zo'n 20 jaar geleden. Maar die had ook halverwege... Die ging ook optreden in een gayclub op een bepaald moment. Natuurlijk hilarisch. Die herkende alles. Die vond dat fantastisch. Die tent ging door het dak. En halverwege zijn optreden deed hij alsof hij heel hard moest hoesten. En deed hij zo alsof hij een slijm ophoest. En zei, ah, sorry, dat zijn mijn AIDS-remmers. In die gayclub. Oeh. Wauw. Dodelijke stilte. En die dacht, fuck, hier is waarschijnlijk onlangs iemand overleden. Of zo. Damn. En ook, die heeft één optreden gehad dat hij aan het spelen was en dat er zo in een hoek een paar heel kwaad naar hem zaten kijken. En die dacht van, ja, ik weet niet juist wat dat is. Alleen, dat was iemand die gaat die niet rap op uw gaydar. Hey, gaat zo niet echt iets van, oké. En achteraf... Cowboy hoed, paard. Ja, mag je niet. Glitterbotten. Op een bepaald, in een hoek zitten er echt zo'n paar heel kwaad naar hem te kijken. En achteraf, na het optreden, gaat hij naartoe en vraagt hij van... je vond het duidelijk niet goed. En hij zei van, goh, de grappen wel waren oké, maar... De grappen waren wel oké, maar ik vind dat eigenlijk niet kunnen dat jullie mij ontslag. Dus die dachten, dit is een heteroman die nu een homotype komt spelen en daar de boel zit uit te barsten. En daarom waren die echt zo van, dit kan gewoon echt niet. En die zeiden, nee, ik ben ook van de familie. En dan was het allemaal goed. Ik ben wel ooit met Johnny Trash ergens geweest. En Johnny Trash, zijn materiaal is meestal heel volks. Wij kennen Johnny Trash, een soort van urbanisch figuur, een cowboy. En hij maakt liedjes over hoe het niet mag van zijn vriendin en over hoe dat hij broccoli haat. En dat is heel, heel leuk, heel jolig. Maar we zaten eens een avond in de McDonald's met de Geens, waar ook comedy gedaan werd, op de plek waar het frituurvet van het plafond druipte. De derde verdieping van de McDonald's in Leuven. Topavond. En dan had Johnny Trash nieuwe nummers nodig. Dus hij had aan het publiek een topic gevraagd waarover hij die avond een nummer zou schrijven. Uiteraard roept dat publiek necrofilie.
Lee. Want haha, je wilt de comedian klonen. En we hebben dan toen backstage een liedje geschreven genaamd Mooie Meisjes, Dooie Meisjes. Over hoe Johnny Trash 's nachts met een spade naar het... Dus heel donker, maar op die avond grappig. Want het publiek is mee in de dinges. Het was om het grofst. Nu, Johnny heeft dat liedje daarna meegenomen naar zijn normale optredens. Oh, damn. Waar je op een tuinfeest staat en de kindjes vrolijk aan het meedansen zijn. De plechtige communie. Ja, het mag niet van mijn vriendin en Biggie Cheese en al zijn materiaal. En dan en als bisnummertje nog een liedje dat ik geschreven heb in McDonald's vorige week. Mooie meisjes, dooie meisjes. Oh. En je zag dat publiek zo meewiegen met de melodie, want Johnny Trash is een begaafd melodieschrijver. Maar dan begon die tekst door te sijpelen. En dan zeggen ze zo langzaam maar zeker stilvallen. En... Oh nee. Oh nee, zingt hij dat nou echt? Heel fijn. Sterker nog, ik heb een aflevering ook met Johnny gedaan. De titel van die aflevering is Mooie Meisjes zijn dooie meisjes. Ja, ja. Oh, omdat Johnny in die aflevering vertelt over de keer dat hij moest optreden in een gevangenis en dit nummer ook heeft gespeeld. Nee. Oh nee. Oh damn. Herkenning. Ja. Ja. Ik wil een paar jaar geleden met de... Allee. Ik met de andere neveneffecten, want jij kon die dag niet, dus ik was Lieve Scherre van den Aldi. Okay. Zijn we gaan optreden in een gevangenis, waarbij dat de gevangenen intern, die hadden een soort van tv-zender, Jail TV. En die mochten dingen aankopen om daarop te tonen. En wat blijkt, neveneffecten en Kabouter Wesley was daar een hele grote hit. Die hadden het allemaal aangekocht. En we zijn daar toen impro gaan spelen, maar eigenlijk wou het publiek gewoon Jonas Geirnaert Kabouter Wesley horen nadoen. Dus dat was heel moeilijk impro spelen, maar ik weet ook achteraf dat ik met die mensen gepraat heb en zo. Maar ik heb achteraf de vergissing gemaakt om op te zoeken wat dat die mensen gedaan hadden. En de meest sympathieke kerel dat daar rondliep, ja, had 6 kinderen vermoord en zijn vrouw. Dus dat is echt, dat was een heel gekke namiddag om die letterlijk het repertoire van neveneffecten te zien verbatim naspelen. Goh. En dan thuis te komen en toch eens, ja, ik heb die voornaam onthouden, ik ga toch eens opzoeken. Oh, verdorie. Huh? Oh, we zijn man, er ook nog impro gaan spelen toen dat Andras Pandi daar nog zat. Voor de Nederlandse luisteraar, Andras Pandi is een dokter die zijn Hongaarse, familie... Hongaarse priester wel. Hongaarse priester die zijn familie heeft opgelost in bad in zoutzuur. Huh? En doorgespoeld. Ja. Ja. En zijn dochter bezwangerd, dat ja, ook. Absoluut. Houdt van impro, blijkbaar. Dus dan had ik ook een heel you dubbel... You know when you have body, you improvise too. Had ik een heel dubbel gevoel als die aan het applaudisseren was. Van, Ja, de gevangenis. Ik weet dat er veel comedyavonden waren in de gevangenis. Ik ben er zelf nooit... Ja, als, ik denk dat... Bewust niet gedaan of gewoon publiek, nooit zo van gekomen? Nee, kan geen publiek vertrekken tijdens de pauze? Maar het schijnt komen er ook een paar in de zaal zitten, gewoon omdat ze anders op de cel moeten blijven. En dan, ja, maar de meeste plekken, ik heb het al 4-5 keer gedaan of zo, hebben mensen zich wel op voorhand moeten inschrijven ervoor. Ah, ja. Duidelijk een optionele activiteit, dan niet de hele, weet ik veel, Bulgaarse maffia op de eerste rij zit, met u zit aan te kijken. Allee, nee. Wat is jouw ergste bedrijfskick die je ooit gedaan hebt? Goh, ja, maar echt ook zo de situatie niet kennen. En ook mijn comedy was nogal grof en vuil gepakt en voetjes vooruit. En dan de eerste keer dat je daar staat, in de namiddag, tussen twee echte lezingen. En het is vooral de manier waarop het podium gebruikt wordt. Hè. Heel die dag wordt dat podium vrij formeel gebruikt en mensen staan in een hoek van het podium en wijzen naar slides links. En jij komt dan op als 19-jarige met lang haar en een soort gescheurde broek. En je grijpt die micro, dat statief gaat naar het midden, micro er vanaf, handje los op het statief. Hey, hoe is het met iedereen? Vindt iedereen het leuk? En dan zit hij te kijken. En dan ook echt met mes en vork in de hand, hè, dan zo een beetje starend boven die gestoomde zalm, zo starend naar het gekke sujet op het podium. En dan inderdaad beginnen aan die grof gebekte comedy set. En dan zo wat beleefd gelach hier en daar. Misschien een paar IT'ers met vettig haar die heel hard lachen, omdat ze het tof vinden dat er eens ergens tegen geschopt wordt. En voor de rest ook. Maar die technische achtergrond en die wetenschappelijke achtergrond, die ik heb me vroeger altijd verkocht als de Lieve Scheire van den Aldi. Omdat effectief, dat waren plekken... Wist jij dat? Ja, dat zijn we elkaar ontmoet. Ja. En dat was effectief plekken waar dat ze naar uw boekingskantoor gebeld hadden, waar dat jij te duur voor gebleken was. En dan voor een verschillende grote orders van de prijs minder mij. En maar die technische achtergrond, die hielp heel hard, omdat vaak heb je mensen in de zaal die daar heel hard bezig zijn met IT of heel hard bezig zijn met fysica. En als je dan een mopje kunt maken,
al is het maar in passing, al is het maar tijdens dat je aan het presenteren bent, waaruit dat je duidelijk maakt van I'm one of you guys, heb je direct die hele zaal mee. Al is het maar, ik weet dat ik onlangs ergens een mop gemaakt heb over JavaScript is terrorisme of zoiets, ik weet het niet. Ja. Een mop die nergens anders zou werken. Tuurlijk. Ja. Maar daar was dat echt bijna een staande ovatie van ja, godverdomme. Maar ja, maar ja. Dat soort herkenning. En ik heb ook geluk gehad dat die wetenschappelijke bedrijven die mij begonnen vragen, dat begonnen echt bedrijven te worden waar ik gewoon heel graag naartoe wou. Hè. Ik heb ooit voor Solvay, heb ik zo, niet de Solvay-conferentie zelf, maar de driedaagse keynote die, van intern van Solvay. En wat voor bedrijf is dat? Solvay is een groot chemisch bedrijf. Ja, is begonnen in België, in Brussel, is nu internationaal. Okay. Chemisch bedrijf, die ook de jaarlijkse Solvay-conferentie organiseren, dus waar ze dan de topfysici samen naar Brussel halen om over één onderwerp te zitten. En vroeger zat Einstein erbij en Planck zat erbij enzovoort. Maar dan heb ik gewoon alles aan elkaar gepraat. En dat vind ik heel tof om te doen. Als ik niet zozeer zelf een stuk heb, maar als ik presenteer, dagvoorzitter heet dat bij jullie, denk ik. Mm-hmm. Ja, dus als ik alles aan- en afkondig, dat vind ik heel tof, omdat dan kan je eigenlijk gewoon luisteren naar heel de uitleg. En daar een paar dingen van terugnemen. Je moet er geen voorbereiding voor doen. Daar hou ik van, want ik ben heel lui. Dan kan je daar naartoe gaan. En zelfs als je maar 3 of 4 mopjes kan maken on the spot die betrekking hebben op wat dan net iemand ervoor gezegd heeft, hebben ze al zoiets van wow, dat was indrukwekkend. Dat is al magie. Ja, ja. Wow. Eigenlijk is dat de samenvatting van bedrijfsevents is, ze hebben heel veel geld, de lat ligt heel laag. Je mocht je alleen niet vergissen van speelstijl. Dat is, en iedereen vergist zich van speelstijl de eerste keer. En ja, etend publiek die er eigenlijk niet voor komen en dan grof gebekte barcomedy. Een bedrijfshand ook gauw gevuld, denk ik. Omdat heel vaak van die events, die zijn gewoon van elk jaar een super saai event hebben. Met geen grijntje humor. En als je daar dan nog maar een klein beetje opsprankeld, hebben die al zoiets van, oh, dat was veel beter dan de saai. Ja, sterker nog, ik ken iemand die is eigenlijk begonnen met impro-comedy op bedrijven. Heeft dat 20 jaar gedaan. En die kreeg zo vaak de vraag dat mensen zeiden, ja, we hebben een heel saai evenement, kunnen jullie het wat opleuken? Dat hij op een gegeven moment is gaan zeggen, maar waarom heb je dan een saai evenement? En die bemoeit zich dus nu veel meer met de organisatie van het evenement. Tuurlijk. Om dat leuker te maken dan een half uurtje het op te leuken. Dan kan je beter zorgen dat de dag beter is. Dat heeft Bas Birker. Ik presenteerde meestal. En Bas Birker was de coach. We hebben heel veel van die science slam-achtige dingen gegaan. Waar er 8 PhD-studenten komen die gewoon zijn van in een lab te zitten. Die dan hun onderzoek, dat heel specifiek is, vaak zo'n genre van het gebruik van het woord misschien in 17e-eeuwse Spaanse literatuur. Echt gorddroge shit. Maar ik vind dat heel leuk om te zien hoe dat die mensen dan leren om zelfs van de gortdroge shit iets leuk en entertainend te maken. Ja. Ik weet niet of dat Bas dat nog altijd doet. Maar dat is die science comedy die trouwens enorm aan het boomen is in Engeland ook. Je hebt The Bright Club, is een comedyclub enkel voor wetenschapscomedy. Wauw. En die wisselen, dus dat is, elke week hebben ze daar een comedyavond. En dat is een mix van onderzoekers zelf die stand-up proberen over een onderzoek en ervaren comedians die een wetenschappelijk onderwerp brengen. En die mixen ze door elkaar. En ook daar heb je een zodanig in-crowd gevoel dat publiek ook enorm mee is in wat er gebeurt. Dus die science comedy begint wel. Leuk, ja. Ja, we beginnen te leren van het niet meer gortdroog te presenteren, maar wel met een knipoog. Ja, met absoluut. En dat je soms shortcuts maakt om iets wetenschappelijk uit te leggen, zonder dat je denkt dat die zaal vol professoren zit of specialisten die zeggen van, wel eigenlijk, de encryptiesleutel moet 512 bits zijn om die vermelding. Nee, daar gaat het niet om. De bomma moet naar buiten gaan met het idee dat priemgetallen ergens te maken hebben met de beveiliging van het internet. Ze moet niet buiten gaan met de volledige thesis in haar hoofd. Dat klopt. Ja, daar beginnen we ook vanaf te raken, dat het allemaal. Ja, want jullie hebben afrondend volgens mij allebei een stijl en een uitgangspositie dat je gewoon de dingen doet die leuk zijn en waar je lekker bij voelt. Weet je een show uit het begin waar je nu op terug kan kijken en denken, wat een zegen dat ik nooit meer naar die plek of naar zo'n type show of die regio mag ook. Goh, eigenlijk zo één rampshow kan ik me niet voor de geest halen. Dat voorbeeld dat ik daarnet gaf met Wilco Terwijn en Javier Guzman in die Nederland, dat Nederlandse jeugdhuis, dat staat mij wel bij als mij totaal vergist van stijl. En ik denk eigenlijk
dat alle optredens die echt slecht gingen, waren meestal dat. Zo not reading the room, niet snappen hoe je daar speelt. Wat ik wel, omdat ik toen ik de podcast een paar afleveringen begon te luisteren, hoorde ik dan over het legendarische Elektra. En ik heb me wel zitten afvragen, hebben we een Belgisch Elektra? Ah. En ik weet er één die in de buurt komt, maar die is denk ik van na jouw tijd. Oké. Okay. Café Far West in Loenhout. Ah, nee. Is degene die het dichtst in de buurt komt. Maar dat was echt een stand-up show. Volgens mij boekten ze dan steeds twee comedians op een avond die een half uur deden. Dus ik vermoed dat jij er niet geweest bent. Misschien als MC. Ik wil het niet zeggen. Misschien als MC. Ja. Het is een legendarische avond geweest. Onder andere met Seppe Toremans. Het was namelijk helemaal in country en western stijl. En er hing een heel groot schilderij recht naast het podium van een soort Indianenvrouw. Oké. Okay. Wat ze niet op voorhand zeiden, was dat de overleden moeder van de uitbaatster was. Nee. Die jarenlang in de kroeg had gewerkt en die iedereen kende en die echt een moederfiguur was. Ouchie. Voor het hele café. En Seppe heeft dat schilderij vakkundig afstaan fakkelen. Oh. Oh. Heeft dat schilderij geswaffeld? Verbaal, ja. Oh. Well, er is één legendarische zaal uit onze stand-up tijd, ja. Dus early 2000s. Alleen niet echt Elektra-stijl van als je daar kwam, werd het een ramp. Maar Hof de Roelichem in Herzelen is een comedycafé. En dan mag je aan al mijn mede-stand-uppers van toen, Bart van Esten, Gutter Lamoot, Wouter de Pre, Nigel zal dat zeker ook wel kennen. Hof de Roelichem was een café, dat was toen begin van de stand-up in Vlaanderen. En je had een paar kleine boekingskantoren en die gingen gewoon... Eigenlijk, stand-up werd verkocht in Vlaanderen met... je moet geen PA huren. Hey? Ah, ja. Dus cafés gaven af en toe moet er nog iets doen zijn. We zetten een muziekgroepje. En dus wij hadden toen, Philippe Sales. En een PA is het geluidssysteem. Ja, het geluidssysteem. Ja. Philippe Sales die ging echt gewoon van café naar café en zei van, ja, jullie doen hier af en toe muziek. Ik heb iets nieuw, dat is stand-up comedy. En je hebt heel die geluidsinstallatie niet nodig en die soundcheck niet. Gewoon één microfoon, dat is alles. Dan dachten ze van, oké, dat is al boeiend. En toen zeiden ze, en er komen er drie op een avond. Dus als je een genre niet tof vindt, geen probleem, duurt maar een kwartier en dan is het iets nieuw. En zo heeft hij in heel veel jeugdhuizen en cafés comedy verkocht. Onder andere ook in Hof de Roelichem. En daar kom je altijd toe. En Hof de Roelichem werd uitgebaat door de Roele. Roel. En die zag er een beetje uit als Otto in The Simpsons, die ze met de schoolbus rijdt. Ja. Dat type jongeman, ook lang, lang krullen. En die zat ook meestal joints te roken achter zijn toog. Oh, stel je, comedy spelen. En soms kwam je daartoe en soms was er vijf man. Dat gebeurde af en toe. Ik kan mijn affiche te laten uithouden. Alles was grappig ook bij Roel. En op een bepaald moment komen we toe. Ja, we gaan comedy in het zaaltje doen. Want hij wou zijn café openen voor het gewoon publiek. En het zaaltje, dat was dan echt een soort klein betonnen bunkertje waar misschien net 40 man ingepropt kon worden. En dat stond vol met decorstukken van de lokale toneelvereniging. En wij hebben daar met neveneffecten gespeeld, met dan links een kapstok met zo'n koningskostuum aan. En daar stond een opgezette meeuw stond op het podium. Goed, we hebben dat allemaal gebruikt. Maar een heel bizar ding. En twee momentjes die ik nooit zal vergeten bij Hof de Roelichem is... ik rij met Henk Rijkaard, naar daar en met nog een comedie. En we komen toe in een leeg café. En Roele zit een joint te rollen achter zijn toog. Wij steken de deur op en die kijkt op en die zegt... Ho, gasten, er is comedy vanavond. Oh. Wow, ik heb me geschreven in mijn agenda. Wacht, ik ga wat maten bellen. En die is dan echt... Oh. Dan heeft die echt rond. Kun je niet komen? En dan waarschijnlijk iemand die zo half verveeld een avond thuis tv wat kijkt. Oké, dan kom ik comedy zien. Dat was ook een heel absurde situatie. En het exacte tegenovergestelde hebben we ook meegemaakt. We komen toe in Hof de Roelichem en er is kermis in Herzelen. Dus heel dat plein en die straat staat echt vol met een soort carnaval in Brabant. Zo dat soort toestanden. Heel veel bier, dronken volk, geroep naar elkaar, botsauto's, schietkraam. 20 verschillende luidsprekers die allemaal andere muziek spelen. Inderdaad. Op het raam, ja.
En hoe, wij komen het café binnen. En het café is heel, heel rumoerig en ja, vol. En we gaan dan backstage. En dan, ja, we gaan dan beginnen. En wij komen op het podium. En voordat we opkomen, zegt Roel van... Ja, er komt wel weinig volk naar de comedy soms. Dus ik zou graag hebben dat de mensen het wel leren kennen. Daarom is het vandaag zonder inkomen aan de deur open. Oh. En dat is wel eentje, dan hebben wij daar staan optreden met dus een open deur, waardoor de kermis binnen en buiten golfde in het café. En dan echt zo links wat mensen zoeken die zitten kijken en daarnaar spelen. En ik zie nog dat beeld voor mij, die open deur van de kermis. En dus om de minuut 20, 30 nieuwe mensen die met een pint in de hand zo eventjes dat hoofd door die deur steken. Zo een beetje kijken van, wat is dit voor iets gek? En die zo 3, 4 zinnen meevolgen en dan weer al brallend buiten. En dan de nieuwe licht. Wij waren een soort dansend aapje in de kermis. Ja, dat was hof te roelen, hem. Ja. Daar heb je, kon je veel beleven bij roelen. Top. Dank jullie wel. Wauw. Ja. Daar kan ik niet over. Daar kan niemand overheen vandaag. Dat was hem, de Elektra Podcast met Jeroen Baart en Lieve Scherm. Linkjes naar van alles vind je hieronder in de omschrijving van de video. Wil je weten waar en wanneer ik, Wouter Monde, live te zien ben? Kijk dan op woutermonde.nl. Volg me op social media of meld je aan voor de nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!